voelt zich natuurlijk een grote overwinnaar. En... Wacht even, nou, Koenders, nou moet je toch ook even eerlijk zeggen. Dat niet goed geleid werd, het debat. Ja. Oh ja, dat, maar dat is typisch iets voor verliezers. Dat zeggen ze altijd. Nee, we hebben het even over de... En, mevrouw Halsema, misschien kan ik het ook even aan u vragen. Ik heb het even... Ik had een soort déjà vu gevoel toen ik... ik moest denken aan Melker tegenover Fortuyn. En toen zag ik mevrouw Hamer tegenover Wilders zitten. En ik vroeg mij af aan Ferry of dat bewuste strategie was... om die setting zo tegenover elkaar te zetten. Volgens mij zaten ze toen anders aan een andere tafel. En ik moet ook zeggen dat ik het... erg gemakzuchtige vergelijking vindt. De enige overeenkomst is dat de PvdA verloren had. Ik vond Mariette Hamer niet echt sterk. Ik bedoel, ze had niet echt de argument om Wilders even een repliek te dienen. Nou, eerlijk gezegd liet Wilders niemand uitspreken. Dus het was voor iedereen nogal moeilijk. Hij werd erbij aardig geholpen door de presentator. Even tussen twee haakjes. Wat ik aan Mariette Hamer zag, was dat ze een tikje aangeslagen was. Wat ik ook zou zijn op het moment dat ik net die uitslag voor mijn kiezen had gekregen. Ja. Dus ik heb vooral het gevoel, en dat heb ik de hele dag al, dat journalisten bloed ruiken en denken we kijken of we een politicus pootje kunnen lichten. Eigenlijk waar, jeetje, wat een rancune, Ferry. Ben je wel met me eens, hè, Ferry? Ach, je weet het, mevrouw Halsema. Wij blijven altijd objectief.